Corona was verschrikkelijk, maar zoals elke crisis haalt dat het beste uit de mensen naar boven. De vaccinatiecentra waren een groot succes. Dat is vooral te danken aan de eerste lijnzones, de lokale besturen, maar eigenlijk vooral aan die vele duizenden en duizenden vrijwilligers die het beste van zichzelf hebben gegeven om andere mensen te beschermen. En wie daar ook vooral in opviel, waren de apothekers, waren jullie. En ik wil jullie als minister van Binnenlands Bestuur uitzonderlijk bedanken voor alle inspanningen die jullie geleverd hebben het voorbije jaar, voor het engagement om ervoor te zorgen dat mensen veilig verder door het leven kunnen gaan. Dank daarvoor.